down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik was dus op teamweekend. Dus ik moet mijn koffer nog uitpakken. Het teamweekend was crazy, jongens. Goed, ik moet nu even opruimen. En oh mijn god, kijk dit weer. Hi! Zulk lekker weer. Heerlijk. Ik heb dus mezelf klaargemaakt om te gaan gymmen. Wat nergens op slaat, aangezien ik toch weer ga zweten. Maar kijk mijn kamer. Nog steeds niks gedaan. Waarom ben ik zo? Hierna had ik dus de camera uitgedaan en ik zei tegen mezelf, Rachel, je gaat nu echt opruimen. En dat heb ik dus niet gedaan. Waarom ben ik zo? Ik heb tot nu toe helemaal niks gedaan. Ben ik zoek. Mijn tasje om mijn camera mee te nemen. Ben ik ook kwijt. Fuck it. Dan niet toch. Ah! Ik weet niet waar mijn sleutels zijn. En ik weet niet waar iets is. En ik heb niks gedaan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb mijn tasje gevonden. Ik kan jullie meenemen naar de sportschool. Ik heb helemaal hoofdpijn gekregen. Ik heb er geen zin in. Ik heb nergens zin in. Ik kan dit niet aanzien. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Oké, we gaan verder. Maar ik neem jullie wel mee. Misschien kan ik iets filmen. Waar is mijn fucking sleutel? Het is allemaal te veel, jongens. En daarna ga ik gelijk door naar vrijwilligerswerk. Zo, fuck it. Boeit me helemaal niks. Ik doe toch vrijwilligerswerk. Oké, dat is heel gemeen ook dat ze zeggen. Ik vind het echt super leuk om het te doen. Oprecht. Jullie bij de sportschool. Wisten jullie nog dat ik mijn haar had gedaan voor de foto? Dat is misschien als enige wel goed te doen vandaag. Maar kijk mijn haar nu, na de scooterrit. Ongelooflijk. Ik heb er echt geen zin in. Dit is hoe ik er trouwens op dat moment uitzie. Ik heb een topje van Gymshark aan. En dit broekje heb ik gewoon gehaald bij de Bershka ooit. Op zich zie je niet heel erg zweepplekken erin. Dat is wel... Oh jawel. Lol. Ik heb uiteindelijk toch wel wat foto's kunnen maken. Dankzij Karim. Thank you. Wie weet post ik wel iets. Ik weet niet zeker, maar ik hoop het wel. Weet je wat ik leuk vind? Deze is leuk. Deze vind ik leuk. Volg me gelijk op Instagram, Rachel John, link in beschrijving. Oeh, ik ben thuis. Heerlijk. En ik ga pizza maken van tortilla's. Super lekker. Precies hetzelfde recept wat ik ook in mijn vorige What I Eat in the Day video heb gemaakt. Dus check that out. En dit keer doe ik er ook tonijn op. Voor some extra protein. Hoe heet de tomaat? Van het bakje? Genoeg, hè? Tonijn en vegetarisch. Dat is allebei eigenlijk. We hadden nou. Het is allebei soort van vegetarisch. Pescatarisch. Zo, dit is het eindresultaat. Lovely. Ga ik nu opeten. Het is niet heel groot, want ik heb niet heel veel honger. Want ik heb best veel gegeten. Ik heb niet alles laten zien. I'm so sorry. Maar goed. Ja. Goedemorgen. Het is opgeruimd. I'm so proud. En we gaan even onze morning routine doen. Ik zie jullie weer zo. Zo, nou. Ik had gisteravond dus eigenlijk niet besloten dat ik vandaag een Q&A ga opnemen voor YouTube kanaal. Dus dat ga ik ook vandaag doen. En ik wil vandaag ook nog een playlist maken voor mijn Spotify. Zodat ik die met jullie kan delen. En ik ga zo lekker mijn havermout bananen pindakaas eten. Ik vind het gewoon heel lekker. De textuur heeft gewoon echt iets verslavends. Het is gewoon echt heel lekker. Ga even eten. Ga ik mijn dag plannen. Editen. Oké, nu ga ik 2 uurtjes editen. Dan ga ik nog even opruimen. En wasjes draaien. En dan ga ik lunchen. Influencer life. Rachel, kom terug. Het is nu 2:15. Dus dat betekent dat ik 4 uurtjes heb geëdit. Nu gaan we even lunch maken. Ik ga een wrap maken. Ik heb hier wat kip. Sommige mensen die dachten dat ik vegetarisch was. Mijn moeder is vegetarisch en s'avonds eten wij altijd vegetarisch. Ik eet zelf 1 keer per week eet ik af en toe kip. En ik weet dat ik niet al mijn voedingsstoffen uit mijn taardig eten haal. Dus ik vind het niet erg als ik gewoon 1 keer per week af en toe lekker biologisch kipvlees heb eten.
Oké, ik heb wat ui, tomaat en avocado. Nu doe ik wat zout en peper erdoorheen. En wat knoflookpoeder vind ik ook lekker. Spinazie en wat rucola. Super lekker. Ik ben net terug van trainen. Ik heb mijn benen en billetjes getraind vandaag. Mijn lippen zijn nog steeds super droog. Ja, ik zie jullie morgen. Ja, ik weet niet. Ik moet meer als zo doen. Weet je waar ik ook over nadacht? Weet je, er zijn zoveel mensen die echt merkkleden dragen. En zichzelf zo graag willen bewijzen. Voor wat? Wees lekker jezelf. Waarom zou je een Louis Vuitton sjaal willen kopen? Of Louis Vuitton tas? Of als je het kan kopen, doe het. Maar ik heb het over de mensen die niets geld voor hebben. En toch al hun geld alleen maar aan merkkleren en merkschoenen gaan opmaken. Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Alleen maar om jezelf te bewijzen dat je hoog bent? Ja, ik snap het gewoon allemaal niet. Weet je, wees lekker nuchter, geniet van het leven. Waarom? Ja, ik snap het gewoon niet. Maar goed, ik ben net terug van school. Ik ga even slapen of zo. Het meest grootste weekvlog die ik ooit heb gemaakt. Want ik ben dus 7 weken geleden begonnen aan deze weekvlog. En ik besloot ineens weer verder te filmen. Ik eet, by the way. Wow, is dit niet echt fucking mooi licht? Of liggen ze aan mij? Ik eet wat pindakaas met chiazaad eroverheen. Mensen om mij heen. Je maakt nu de hele tijd opmerkingen als, ja, met je YouTube money betaal je nu wel dingen en zo. Ik wil even iets duidelijk maken. Ik ben fucking scared. Ik verdien echt niet geld met YouTube. YouTube is echt een hobby. Kijk, ik ben niet scared. Dat moet ik ook maar niet zeggen. Want ik heb best wel prima en ik moet wel gewoon tevreden zijn met wat ik heb. Maar ik verdien niet veel. Echt totaal niet. En met YouTube al helemaal niet. YouTube is gewoon meer een hobby. En het zou heel tof zijn als ik er wel wat mee zou kunnen verdienen. Kijk, het is ook mijn hobby, maar ergens zie ik het ook als een investering in mijn tijd, weet je wel. Kijk, ik hoop dat ik er later zeg maar iets aan heb. Ik kom niet uit mijn woorden, ik weet niet wat ik allemaal zeg. Kijk, YouTube is mijn hobby. Maar ik besteed nu wel heel veel tijd in mijn hobby. Als het echt mijn hobby is, zou ik 1 keer per 2 weken een leuk filmpje posten. Nu probeer ik 2 keer per week een filmpje te posten. Kijk, dan is het ook weer een beetje richting werk. Maar aangezien ik er ook niet mee verdien, wat ben ik aan het doen? Nou ja, ik ben een beetje aan het investeren. Want als ik zo door blijf gaan, kan ik er later wel mee verdienen. Maar ik doe het niet voor het geld. Zo ik bedoel. Kijk, YouTube vind ik leuk. Maar als je ermee verdient, is het wel handig. Want dan kan je meer tijd erin besteden. Maar het is niet voor het geld. Adem, jullie snappen wat ik bedoel, toch? Ik denk dat jullie ook wel zien aan mij dat ik het oprecht leuk vind om te editen. Anders zou ik mijn domme hoofd nu de hele tijd laten oppoppen. Zo ik bedoel. You know. Ik denk dat ik gewoon even een dutje moet doen. Oh, ik heb net het gratis kleren ontvangen. Fun. Zal ik het even aandoen voor jullie? Ik ga het wel even aandoen voor jullie. Dit is mijn eerste outfit. Ik kan niet echt normaal lopen zonder dat hij open gaat. Maar het is een mooi ding. Het is echt een mooi ding. Hij zit echt super mooi. Ik weet niet waarom ik nu zomaar gratis reclame maak eigenlijk. Deze broek. Wel een chille broek. Het is van joggingbroek, maar ook weer niet. Maar ook weer wel. Heel chill. That's it. Ik weet niet waar mijn telefoon is. In ieder geval, ik zat er net ineens over na te denken. Ik krijg heel veel vragen over wat is mijn motivatie om te trainen. Nou, je moet jezelf gewoon aanleren dat je gewoon weggaat. Ga naar die fucking sportschool toe. Ook al weet je niet wat je doet. Ook al zit je van, ja, maar ik heb gisteren getraind, wat de fuck moet ik doen. Ga daarheen. Het gaat om gewoonte. Als jij eenmaal gewend bent om naar de sportschool toe te gaan, dan hoort het erbij. Kijk, tuurlijk. Kijk, nu zit ik ook van, ja, ik bedoel, ik kan hier ook gewoon lekker thuis zitten, chillen, film kijken. Maar ik weet dat ik er niet gelukkig van word. En dat moeten jullie op een gegeven moment ook weten. Dus hetzelfde zeg maar gewoon met tanden poetsen. Weet je, je poets je tanden omdat je gewoon weet van dat hoort. Ik wil geen gaatjes, ik wil geen gele tanden. Dus ik poets mijn tanden. Hetzelfde gewoon met sporten. Kijk, het is niet altijd leuk om te doen. Ik geniet niet van tandenpoetsen of zo. Maar het hoort er gewoon bij. En ook met sporten. Het hoort er gewoon bij. Dus ga gewoon, get your ass to the gym. En don't be like Rachel als je telefoon kwijt bent. Waar is dat stomme ding? Morgen, ik heb net een foto gemaakt. So, check that out.
Waarschijnlijk hebben jullie dat al gezien. Voor de mensen die me volgen op Instagram, volgen we. Abonneer me. Doe het nu. Gewoon nu. Ik wacht wel. Is het gelukt? Love you. Oké. Ik ga dus deze gebruiken. Een slim body shake. Ik heb deze per ongeluk gekocht. Ik wilde eigenlijk een eiwit shake. Maar dit is dus karamel slim body shake. Dus ik raad het niet aan ofzo. Mijn eiwit shakes zijn allemaal op. Dus sponsor, supplementen. Als jullie mij willen, send me een DM. Dus we doen lekker een grote scoop. Als je alleen eiwit shake gebruikt, dan zou ik havermout doorheen doen ofzo. Want anders dan vult het niet genoeg, hè. Mango. Oh, I love mango. Spinazie. Wat? Chiazaden. Lijnzaden. Amandelmelk. En de finishing touch. Een klein beetje yoghurt er doorheen. Dat vind ik dus vet lekker. Ik denk 3 scheppen ongeveer. Ik denk iets van 100 gram of zo erbij. Karamel past er niet echt bij. Aardbei en vanille. Oh. Ik heb het eraan niet gehaald. Carvana speelt er iemand zo keihard piano, jongen. Je wordt toch zenuwachtig van dit soort muziek? Of niet? Dat ligt aan mij. Het ziet er nu eigenlijk niet meer zo heel mooi uit. Ik had er net een foto van gemaakt. Maar dit is wat ik lekker ga eten. Oh ja. Ben je aan het vloggen? Ja. Yeah. Wat? Zal ik mijn pot laten zien wie je vlogt? Ja. Nee, hier zit ze met z'n vieren. De sport echt. Hi! Ik ga nu naar de sportschool toe. En als je nu denkt van, Rachel, waarom heb je je make-up gedaan om naar de sportschool toe te gaan? Nou, ik ga vandaag voor het eerst in mijn hele leven zo'n typische fitnessfilmpje filmen voor Instagram. Oh ja, yeah. Real influencer fitness life, you know? Ik ben in de sportschool. Ik heb net buik getraind, maar een soort van ook been, omdat ik dus een filmpje ging opnemen met Miloud. She helped me. Ik had wel een beetje laten zien wat, hoe het er ongeveer uitziet. Goedemorgen allemaal. Ik ga dus verhuizen naar Amsterdam. Het is niet echt een appartement wat ik echt in gedachten had. Ik ben nog steeds op zoek naar een mooi plekje in het centrum. Maar goed, dit is dus even in Nieuw-West. Even dat ik niet elke keer een mental breakdown krijg als ik elke dag naar school toe moet. Omdat het gewoon zo ver reis is. Maar ik moet dus nu contract uitprinten. En dan tekenen en dan scannen en terugsturen. Het moet vandaag voor 5 uur, want ik heb het al een week uitgesteld. Ik weet niet hoe het werkt. Ja, ik ben trouwens in de studeerkamer. Onze studeerkamer ziet er een beetje raar uit. Ik kan niet echt een studeerkamer noemen. Oh ja, en ik kan niet met mijn laptop printen. Dat moet ik ook nog allemaal fixen en dat is gewoon veel moeite. Zoveel moeite, dat willen we allemaal niet. Ik betaal fucking veel. Ik ga het ook gewoon zeggen online, want ik bedoel, iedereen doet altijd zo over geld. Maar ik betaal dus 660 euro voor een mini kleine kamer. Wat is mijn wachtwoord? Van mail? Ik weet het niet meer. Oh, dan vragen ze altijd van, je moet je wachtwoord veranderen. En dan verander ik het naar iets. En dan, oh, ik heb hem. Never mind. Waarom kan ik niet zo goed met... €660 per maand. Rage, waar ben je mee bezig? Ik heb niet het geld ervoor. En als jullie denken van, nee, je hebt YouTube geld, dat heb ik niet. Oké. Dit is nog tekenen. En dan nu moeten we het scannen. Scan. Sluit computer aan. Ah! I don't know. Ik weet niet hoe dit werkt. Contract scannen. Zou ik dat bij jullie kunnen doen? Oké, top. Is goed. Dankjewel. Dan kom ik over een uurtje ongeveer. Dat is gefixt. Oké. Ik heb dus nog een contract klaar liggen. Ja, dat is vandaag met contracten. Dat is niet normaal. De wachttijd bedraagt ongeveer 3 minuten. Ready, jongens. We zijn in de badkamer beland. Ik ga dus droge zilver shampoo in mijn haar doen. Ik zag er een TikTok over en ik ga het nu proberen. En de bedoeling is eigenlijk dat de gele gloed weggaat.
Ik hoop niet dat mijn haar paars wordt. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik doe dus nu eigenlijk zomaar iets vanwege een TikTok. Ik heb er niet heel veel vertrouwen in dat het eigenlijk gaat lukken. Omdat er iets goeds uitkomt. Dus dat mijn haar nu ineens doodgaat. Ik ga dit denk ik even 10 minuutjes erin laten. I don't know wat ik aan het doen ben. Ik heb geen idee. Oké, ik weet niet of er heel veel verschil is. Ik bedoel, het is goed dat maar een paars is geworden of zo. Dus ergens ben ik wel blij. Nu ik het terug zie, is er eigenlijk best wel veel verschil. Ik laat het even zien. Je kan duidelijk zien dat de gloed wel een beetje is weggegaan. Dus eigenlijk heeft het wel geholpen. So, big thanks to TikTok. You're amazing. We gaan een contract ondertekenen. It's about to get real. It's really going to happen. En ik was steeds ongemakkelijk om in het openbaar te vloggen, maar I'm getting there. Ik loop helemaal verkeerd. Waar de fuck loop ik heen? What the fuck? Weet je wat ik vandaag tegen mezelf zei? Rachel, je gaat vandaag geen geld uitgeven aan eten. Ik heb een speldbroodje gekocht. Kijk, ik voel weer zo. Ik ben terug. Hier zie je een video dat ik in het contract onderteken. En dit is ook het einde van de video. Leuk dat jullie allemaal keken naar mijn meest chaotische vlog ever. Hopelijk kan ik het editen. Future edit Rachel, hi. Was het heel moeilijk om te editen? Oprecht, het viel best wel mee. Ik heb het in 2 dagen geëdit en dat is echt heel snel voor mij doen. Dus top eigenlijk. Oké, thanks. Oké, jongens, bye. Vergeet me niet te volgen op Instagram en te subscriben en te liken. Alsjeblieft, doe het gewoon. Alsjeblieft, doe het gewoon. Please.